We schrijven 1665. Kapitein Willem van der Dekke is een jonge, succesvolle VOC-kapitein. Samen met zijn mooie vrouw Catharina bouwt hij een prachtig huis. En wanneer hij de gouden penning van de VOC ontvangt, lijkt zijn geluk niet op te kunnen. Maar het succes stijgt hem naar het hoofd. Hij raakt bezeten van een tomeloze hebzucht. En hij gaat kapen en roven. We schrijven 1678. Als kapitein Willem van der Dekke op eerste paasdag tegen alle regels in uitvaart naar de oost. Zelfs een razende storm kan de succesvolle VOC-kapitein er niet van weerhouden. Ik zal varen. Storm of geen storm, pasen of geen pasen, verbod of geen verbod, al is het tot in één